zij heeft echt fucking veel gepoept. Oh, er staat Nala op. Oh. Vandaag vind ik mijn verjaardag. Terwijl is de cocktails aan het maken. Vet leuk cadeau gekregen. Deze. Voor Nala. Hey, goedemorgen. Leuk dat je weer kijkt naar weer een nieuwe weekvlog van mij. Ik ben al een tijdje wakker. Dat zeg ik heel vaak aan het begin van de dag. Van de weekvlog. Maar ik heb net een online college teruggekeken. Want ik heb besloten dat ik live kijken niet echt meer altijd ga doen. Tenzij het een verplicht vak is. Alleen ik merk gewoon dat je kan zeg maar als je terugkijkt, kan je het ook wat doorspoelen natuurlijk. Je kan het op een andere snelheid zetten. Dus dat het wat sneller gaat. Dan vind ik gewoon wat fijner. En als ik nu aan hoofdstuk 1 van online marketing begin qua samenvatten. Ja, waarom zou ik dan al hoofdstuk 7 gaan kijken of zo? Weet je, dat kan je dan. Dat wil ik dan meer zelf bepalen. Dus dat ga ik nu even doen. Of tenminste, dat ga ik nu niet nu doen, maar dat is nu hoe ik het voor school een beetje ga oppakken. En nu ga ik de kattenbak eventjes, nou niet verschonen, maar even de drolletjes eruit scheppen weer. En Nala, wat heeft zij nou weer? Oh, laat dan wel. Dan heeft ze weer een schoon kattenbakje. We doen het elke week verschonen helemaal, dat hebben we gelukkig nog niet hoeven doen. Maar ik schep elke dag drolletjes en plasjes eruit. Het is wel echt top, want het klontert allemaal samen. Dus ja, dat is best wel makkelijk eruit te scheppen. Alle plasjes klonteren samen en de poepjes zijn natuurlijk makkelijk te pakken. Wat ik doe, ik pak 2 boterhamzakjes en die doe ik in elkaar. En daar schep ik de poepjes in. Want dan, anders gaat die hele geur natuurlijk in de prullenbak verspreiden. En ze vindt het ook hartstikke interessant. Nou, zij heeft echt fucking veel gepoept. Ik weet niet waar dat aan ligt, of dat zou wel goed zijn, want dan eet ze ook goed. Maar ze had gisteren ook, liet ze alleen maar scheetjes en zo. Maar echt vieze, vieze eierscheten. Dus dit gaat lekker de prullenbak in. En dan heeft ze weer een schone bak. En dan stinkt het hier ook niet zo. Want anders ruik je die kattenbak gewoon, dat is echt gewoon. Hey, goedemorgen. Ik heb gisteren mijn nagels weer laten doen. Ze zijn nu een andere vorm en rood. In de zinwolde. Ik heb even de deur dicht gedaan, want ik heb muziek aan staan. Ik probeer vandaag weer wat meer te filmen, maar ik had eigenlijk fysiek college. Maar we hebben besloten dat 2 van ons groepje, waaronder ik en dan Sofie, die woont ook wat verder weg, thuis blijven. We gaan thuis dan zeg maar het college checken en dan ondertussen gaan wij gewoon doorwerken. Want voor ons is het allebei een uur rijden heen en terug. Ja, dat werkt gewoon wat efficiënter. Eerst, voordat ik dat heb vandaag, ga ik de kattenbak helemaal verschonen. Zo, deze is weer helemaal schoon. Ik heb dit ook schoongemaakt, want dit was ook nog best wel stoffig. Hij is van mijn ouders geweest. En ik heb zo'n zak erin gedaan, dus ik ben benieuwd wat hij daarvan vindt. Als het goed is, zou je dan, als je hem gaat verschonen, in één keer die zak er zo uit kunnen halen. Verder, over katten, zeg maar, heb ik ook nog voer voor haar besteld. Niet het voer wat ze in het asiel had, dat heeft ze nu nog wel. Maar, oh, ze hangt erin een gordijn. Oh, 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 oh. Onze gordijnen gaan er echt aan. Hé. Hey. Maar ander voer, want dat is gewoon ietsjes goedkoper. We hebben nu echt van Heels en dat is echt heel duur. Gaan we kijken hoe ze daar binnenkort op gaat reageren. En ik weet niet of ik dit gisteren heb laten zien. Ik heb een zoutsteenlamp gekocht. En nu ga ik eventjes, want ik heb met afwasborstel en doekje en zo heb ik het schoongemaakt, kattenbak. Maar dan ga ik het even nog uitkoken en deze doe ik er dan in. Ook in een bak met dit. Dus water net gekookt. Als dat dit niet gaat smelten. Nou, even koken in de kooktijd water, want dan zijn we al die poepbacteriën weg. En zo meteen aan school. Ik ga even lekker eten maken. Ik wilde net een avocado toast maken, omdat ik nog wat avocado had van laatst. Maar die was al helemaal bruin. So that's very sad. Dus ik ga denk ik gewoon een broodje met hummus en pesto eten. En nog iets bedenken. Wat is dit? Overgebakken kipgrillworst. Daar heb ik geen zin in. Oh. We hebben niet zoveel meer in huis. Dan eet ik wel een broodje kaas met cucumber erbij.
Zo, en nu broodjes. Me baby, do you recognize me? Merry Christmas. I ripped it up and sent it. Now I know what a fool I've been. But if you kiss me now, I know you'd fool me again. Last Christmas, I gave you my heart. Vindt het goed, hè? Hey, goedemorgen. Ik zit weer met mijn grote vriendin. En ik heb een beetje uitgeslapen vandaag. Toen ik wakker werd, ging Steph net naar zijn werk. Dus dat was rond 8 uur. Helemaal aanval. Schatje patatje. Zie jezelf. En vandaag is een dagje school. En vanavond gaan we naar Stefan, want zijn moeder is jarig. De verjaardag blijft maar doorgaan. Vandaag gaan we naar Stefan, dus naar zijn ouders in Zeewolde. Nala heeft ook... Auw! Oh. Ze heeft iets met een Apple-logo, volgens mij. Mijn hele hand zit al onder de krassen en zo. Maar ja, hè? Het is wel heel gezellig, zo'n beestje erbij. Het is wel heel gezellig. Ja. Ze slaapt ook wel heel veel. Zo schattig. Nou, dat is toch niet normaal? Ik moet dus ook even straffen, want sommige dingen mag ze gewoon niet doen. Maar dat vind ik echt lastig. Wat ik ook verder moet doen is aan school. En ik moest vandaag eventjes iets voor Lofies doen. Maar ik zit gewoon lekker dagje thuis weer, dus dat is best wel chill. En ik neem jullie weer mee vandaag. Ik heb boodschappen gedaan. Oh, Nala, je wordt net wakker. Volgens mij moet deze aan de lader. Denk ik. Heel buiten adem. Grote zak vol. Handen zijn helemaal pijn. Maar ik krijg wel een complimentje van de kassière dat ik mooi naast zat. Oh, dat is echt verschrikkelijk. Ik heb er helemaal geen tijd voor om dit te doen. Lieve mensen, het is donderdag. En ik heb 2 pakketjes binnen. Ik moet even filmen met mijn telefoon, want mijn camera, zeg maar, mijn SD-kaart is vol en ik heb nu zo meteen een meeting. Maar ik laat heel veel zien. Wat voor pakketjes ik heb binnengekregen. Wat leuk! Ik heb iets voor katten gekregen. Huh? Maar ook iets van Catrice. Oh, omdat het dierenproefvrij is. Nou, wat tof. Oh! Er staat Nala op. Oh. Dat is echt mega, mega, mega schattig. Ik kan hier helemaal van smelten. Oh. Dat is toch amazing. Een highlighter. En een lippendip volgens mij. Ja, lipstick. Nog een pakketje. Ook een PR pakketje. Oh, allemaal beauty. Oh, en een soort bonbons. Nat. Dit zijn allemaal, ja, dat is best wel in de laatste tijd. Helemaal van die beauty routine stuff. We moeten aan de kant. Dit ziet er heel raar uit, deze engel. Dit, een Hydro Depuffing Eye Serum. Een Pore Minimizing Serum. Een... Beautifying Face Oil. En een Clicolic Acid. Maar dat is ook volgens mij echt vet goed voor je huid. En dan heb ik nog een pakketje binnengekregen. En dat vind ik heel erg leuk. Want dat is een pakketje van Marktplaats. Maar dat is mijn favoriete Rituals. Waar zijn mijn favoriete Rituals geurstokjes? Maar die zijn limited edition.
Dus zoals je begrijpt, laden er niet meer. Hoe krijg je deze doos open? Dat is namelijk de Ritual of Tsuru. Dus ik ga gelijk eentje klaarzetten en ik heb er dus twee. Want ik dacht, dan heb ik er nog eentje. Dit is zo'n heerlijke geur. Dat is zo bizar. Oh, kijk. Echt een mooie fles ook. Zo. Oh, ik ruik het al. Oh, wat heerlijk. Ik moet helemaal denken ook aan... Oh, sorry. Die hadden we zeg maar toen we hier net gingen wonen. Of in dat andere huis, toen we net samen gingen wonen. Hadden we deze ook. Dus toen moet ik er helemaal aan denken. Oh, wat top. Love it. Die zet ik even hier. Nu ga ik mijn meeting in. Zo, ik kan weer filmen. Ik heb mijn stokjes dus hier lekker neergezet. En ik had allemaal PR dingetjes die heb ik ook al hier laten zien. Maar nu is het één groot troep hier. Dus dan moet ik even opruimen. Ik wilde bijna gaan eten, maar toen kwam er weer een pakketje binnen. Het is echt een dag van pakketjes vandaag. En dit keer is het een hele leuke... Het is geen samenwerking, ik heb het gekregen. Maar ik wist er al wel van. Namelijk... van geurbokje.nl. En het is onder andere... zo'n geurdiffuser. Super chill natuurlijk. Zoals je zag had ik ook al stokjes. Ik ben heel erg van de lekkere geurtjes in huis. Oh, hier zitten de olies in. Etherische oliën. Dit is speciaal voor maag. Dat vind ik wel heel grappig. Want dat is mijn sterrenbeeld. 1001 nachten. En heilig hout. Palo Santo. Unpack me, tell a story. Even kijken hoor. We hebben echt hele mooie geurdiffusers. Ik heb trouwens ook slaap lekker thee. Dat zit hierin. Kijk, zoals jullie het kunnen zien. Ik zou hem zo laten vallen. En zo. Kijk hoe mooi deze is. Het is dus een geurdiffuser. Ik denk dat hij nog niet opgeladen. Oeh. Oh. Oh, er zitten nog allemaal spulletjes in. Oh ja, een oplader dus. Even kijken. Hier moet dan denk ik iets in. Even ruiken. Welke ik erin ga doen. Oeh. Heel lekker. Ook heel lekker. Oh, het is een echt lekkere geur, man. Oh. Het is allemaal heel lekker. Ik denk dat ik voor 1008 ga. Nee, wacht. Ik ga voor... Ik denk voor Palo Santo. Een paar drupjes in de. Hoeveel drupjes moet je doen? Several drops. Replace the cover. Wow, je ruikt het echt gelijk. Oké, dit vind ik echt cool. Ik heb ook een kortingscode voor jullie trouwens. Check eventjes hier de kortingscode. Ik weet hem even niet meer in mijn hoofd. En dan krijg je korting op je eerstvolgende aankoop bij Geurbokje. En check even link in de beschrijving. Dit is echt cool, man. En het is helemaal niet duur trouwens. Ik had gisteren videoclipopnames, maar ik mocht er niks van filmen. En vandaag vier ik mijn verjaardag. Judy. Joe.
Maar dat kan niet, want we zoeken onderbroek. Nou, hebben we inkopen gedaan. Helemaal ballons en zo. Terwijl is de koekjes aan het maken. Lekker. Hey, goedemorgen. Het is zondag vandaag. En zoals jullie van mij gewend zijn, ben ik gisteren weer voor helemaal vreemd te vloggen. Tijdens de party. Het was meer een gezellige meidenavond. Ik heb wel echt een vet leuke cadeau gekregen. Deze. Voor Nala. En daar kan ze dan lekker in zitten en klimmen. Klimmen dus ook vooral. En misschien zie je het al. Oh, ik heb ook bloemen gekregen, wel lief. We zijn de woonkamer aan het verbouwen. Alles weer andersom. Maar wel heel erg nice. Ja, nu gaan we heel hard lang als bambo. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo. Ja, nu gaan we heel hard lang als bambo. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo.